Eind 2019 begint Rijkswaterstaat met werkzaamheden om de A9 te verbreden. De Rijksweg gaat van 2x3 naar 2x4 rijstroken. De weg wordt over een lengte van 1,3 kilometer verdiept aangelegd, inclusief twee overkappingen en een fiets- en voetgangersbrug ter hoogte van de Keizer Karelweg. Bij het bovenlandpad komt een viaduct voor voetgangers en fietsers met veel ruimte voor groen. Ik sta hier op de Amsterdamse weg bij het oude dorp, hier achter de Annakerk. De weg die wordt verbreed en hier komt een overkapping. Verder gaat de weg de grond in en er komen veel betere overgangen voor fietsers en voetgangers. Nou, wilt u daar nou meer over weten? Kijk op onze site of kom naar de informatieavonden. Van 18 maart tot en met 28 april aanstaande kunt u de plannen voor de verbreding inzien. U kunt het zogenoemde gewijzigd ontwerptracébesluit onder andere inzien op het Raadhuis van Amstelveen en via platformparticipatie.nl. Daarnaast organiseert Rijkswaterstaat op 22 en 24 maart en 4 en 11 april informatiebijeenkomsten in de Schouwburg van Amstelveen. U bent welkom tussen 7 en 9:30 's avonds.